Hallo allemaal, in dit filmpje laat ik graag mijn creatieve alfabet zien. Ik heb daarvoor een boekje gemaakt met een harde kaft aan de voor- en de achterkant en een rug van stof, ook bedrukt, net zoals de voor- en de achterkant, zodat ik hem makkelijk om kan slaan. De A is acrylverf, daar werk ik graag mee. De B is van boekbinden, wat ik alles deed. De C is collage, veel papier bij elkaar. De D is van doodles, wat krabbels, zo klaar. De E is embossing, met poeder of mal. De F is van foam, soms dik en soms smal. De G is van jellyplate, een drukpers, maar zacht. De H is van Hitool, zodat ik niet wacht. De I is van inkt, voor stempels en pen. De J is van journaling. Ik ben echt een fan. De K is van kwast die de verf verspreidt. De L is van lijm, het drogen kost tijd. De M is mixed media, veel technieken bijeen. De N is van noppenfolie. Niet verpakking alleen. De O is oxide. Die inkt doet het goed. De P is van Posca pen die het overal doet. De Q is van quote. Een citaat maakt het af. De R is van restjes die ieder me gaf. De S is van stencil of ook wel schabloon. De T is van tijdschrift, voor plaatjes gewoon. De U is van uren, ze vliegen voorbij. De V is van verf, elke kleur maakt me blij. De W is van washi tape, dat plakt vaak meer keer. De X is van niks, ik schrijf hem maar neer. De I is van YouTube, daar leer ik heel veel. En de Z? De Z is van zalig, omdat ik me nooit verveel. Dat was mijn alfabet. Dankjewel voor het kijken en graag tot de volgende keer.